Hi vissen, last but not least, onze lieve vissen. Dankjewel voor jullie reacties, voor jullie abonnementen en ook voor de lidmaatschappen. Mocht je na deze video een extended video willen, dan ja, daarvoor moet je wel lid zijn. Dus ja, mocht je dat willen, kijk even onder lidmaatschappen. Het kan niet met iedereen resoneren, want het is een algemene reading voor de vissen. En mocht het niet met je resoneren, gooi het gewoon weg. Kijk even verder, want er zijn fantastische readers op YouTube. En of je hebt zoiets van, ik zou wel een personal reading willen, dat kan ook. Kijk dan even voor mijn e-mailadres onderaan de readings. En dan zien we elkaar misschien een keertje privé. Oké, vissen, daar gaan we. Four of Cups, vissen. Dit is jouw energie, vissen, schorpioen, kreeft-energie. A Four of Cups is eigenlijk, er wordt jou een cup of love aangeboden, vissen. Maar jij staart stoïcijns naar de drie cups die leeg zijn. Ja, dit betekent misschien dat dit jouw verleden energie is. Het hoeft niet zo te zijn dat dat nu is. Maar in ieder geval teleurstelling over. Of misschien zoiets van andere mensen hebben het wel leuk en ik zit hier maar. Misschien heb je je een tijdje naar binnen gekeerd, had je wat tijd nodig voor introspectie. En is nog steeds die cup of love gegeven door de hand van God vissen. En dan heb ik ook nog de acht van Pentakels, werk aan de winkel, coins. Money on the bank. Dus je bent bezig met jouw werk, denk ik. Creativiteit, verbeteren van je skills. En je bent heel ijverig aan het werk aan iets. Aan het opbouwen voor de toekomst. Stappen aan het zetten. En dan hebben we het rad van Fortuin rechtop. Het rad betekent, het rad gaat weer voor jou draaien. Want het rad kan ook zo liggen, omgekeerd. Dan werkt het rad jou tegen. Maar het rad ligt voor jou rechtop. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ook lucky stroke. Dus vissen, er komt een ommekeer in die Four of Cups energie. Van reflectie naar binnenkeren. Ja, je wil ook meedoen. Maar er is iemand, één persoon denk ik, in je leven die heel belangrijk is. En die voor jou deze cup of love heeft. Maar ik heb het idee dat deze persoon niet zoveel zegt. Dit is iemand die observeert. Iemand die observeert jou. En ik heb ook het idee met de High Priestess hier, wat ook jullie kaart is, een zeer spiritueel contact. Maar het is vooral zwijgen, niet spreken met elkaar. Ik zeg al, iemand observeert jouw vissen. En je hebt wel stappen gezet in self-love. En dat ontgaat het universum natuurlijk nooit. Als je aan jezelf werkt en je zit in een hogere vibratie, het universum pikt dat meteen op en wordt ook beloond door het universum. Dus ik denk dat jij een beslissing gaat nemen, to love again. Hè? Dat je denkt, ik heb lang genoeg onder die boom gezeten met mezelf. En ik ben klaar voor de liefde. I choose love. Want het is natuurlijk een keuze die je maakt, hè? Je kunt kiezen om het jezelf miserabel te laten zijn. Je kunt kiezen dat je verstoten bent van liefde, maar het universum is liefde. En je moet er alleen voor ja, openstaan en het ook willen zien en het ook aannemen, natuurlijk. Ik denk dat je ook geen zin meer hebt in conflicten. Je bent een sterk iemand en je zoekt de ander waar je mee te maken hebt, is ook een sterk iemand. En dat kan naast elkaar zijn. Ondanks, het hoeft niet, ja, hoe moet ik het zeggen? Het kan ook een heel verschillend persoon zijn, vissen. Maar een sterk leider kan ook naast een sterk leider zijn. Dan krijg je een onafhankelijke relatie. He? Niemand is van elkaar afhankelijk. Ik niet van jou, jij niet van mij. En je ziet de dingen ook anders, denk ik, omdat je meer aan jezelf gewerkt hebt. Je hebt ook met iemand te maken die heel passievol is, sterk.
goed zorgt voor zichzelf. En dat kan ook niet anders, want als jij voor jezelf zorgt, dan heb je ook met iemand te maken die goed voor zichzelf zorgt, vissen. Ja, jij volgt ook niemand, jij doet je eigen ding, je bent onafhankelijk. En je zit soms een beetje in je hoofd, heen en weer, wikken en wegen, ja, nee. Maar uiteindelijk, na alle strijd, want ik denk dat er wel conflicten zijn geweest, of misschien nog een beetje, hebben wij dan dit hart, hè, dat is het gebroken hart, maar dat hoeft niet in een liefdesrelatie te zijn. Kan ook gewoon dat er altijd iemand tussenin stond, of dat er gewoon conflicten waren. En de Three of Swords, reverse, betekent de zwaarden vallen allemaal uit dat hart. En dat betekent healing. Healing energy, het rad gaat weer draaien voor jullie vissen. Happiness, bliss, alles komt jouw kant op. En ik noem het ook love again. Kiezen voor liefde. Kies niet voor strijd, maar voor liefde. Want uiteindelijk word je daar het gelukkigst van. Als je continu in strijd zit met anderen of strijd met jezelf, dan is dat enorm veel, kost heel veel energie. En je schiet er uiteindelijk niks mee op, want je kunt jaren in die strijd blijven zitten. In een soort hamsterwiel. Ik blijf maar kiezen voor strijd. Kiezen voor strijd. Ik wil gelijk hebben. Ik heb het bij het rechte eind en jij niet. Maar uiteindelijk zal iemand moeten kiezen van oké, we sluiten vrede en we gaan kijken hoe we het anders kunnen zien van elkaar. Ja, ik denk wel dat je ook met iemand te maken hebt, vissen, die heel blunt is. Heel erg recht door zee. Zeg, tell it like it is. Die zegt gewoon dit en dit, zo is het. Zo voel ik het. Niet zo is het, maar zo voel ik het. Zo zie ik het. En die wint daar geen doekjes om, vissen. Het is iemand die straight to the point is. Hè? Dus dat betekent ook dat je een gokje mag wagen. En je hoeft niet langer alleen te zijn, want deze persoon is onderweg naar jou. Dus sta open wat het universum jou te brengen heeft. En het gaat denk ik om een nieuwe connectie of een hernieuwde connectie. Je gaat niet meer terug zoals het was, maar het is vernieuwd. Het is door een transformatieproces heen gegaan. En dat betekent misschien ook wel, zie ik voor jullie, een eigen business in de toekomst, creativiteit, passie, misschien een nieuwe werkomgeving, maar in ieder geval, luck is on your side. Dus lieve vissen, ik dank jullie heel hartelijk. We gaan in de extended even kijken of ik nog wat andere dingen zie, wat spannende andere dingen voor jullie. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!